Hier zit nog een linnen, oud linnen sloopje in. Dat is zoveel zwaarder ook als materiaal dan katoen. Katoen is veel lichter. Op sit geïnspireerde stoffen of sitsen die nagemaakt zijn van originele zijn nog steeds verkrijgbaar in de mode. Gideke liet me haar collectie van voorbeelden zien waarmee ze lezingen geeft over sits. Daarin wordt duidelijk dat mode nog steeds inspiratie put uit stoffen die al 300 jaar of ouder zijn. Wat heb je hier? Nou, dit is een lap die daar staat op copyright Twentse Wellendissen. Dat is dus het textielmuseum in Enschede. En dat is nummer 85 van Land en van Marle. En dat was een katoendrukkerij in Rotterdam. Mm-hmm. En daar zijn stalen boeken van bewaard gebleven. En die zijn dus allemaal naar het textielmuseum Enschede gegaan. En daar hebben ze dit motief uitgehaald. Dus dit is ook zo'n randstof. Die werden oorspronkelijk gemaakt voor onderzijde van de rokken. En in dit geval zit er dus aan weerszijde zo'n stuk. Dus dan, en dan heb je dus een stof met aan de onderkant een rand. Maar zou je dit een sits noemen? Het is absoluut een sitsmotief. Maar het is geen sits, want het heeft nooit een glanslaag gehad. Kijk, dit is gewoon hartstikke synthetische verf, maar de eerste zakdoeken op deze manier waren natuurlijk bedrukt. Misschien met de uitsparing van indigo. En dan een beetje op de sitsmanier, dus met bijtsen gedrukt en dan geverfd. Maar in India maken ze nu nog steeds sitsachtige stoffen. Hier zelfs met gouddruk erop. Dat is een hele grote sjaal. Maar dit heeft qua druktechniek niets meer te maken met de oude sits en ook gewoon synthetisch geverfd. Maar qua vormgeving, qua ideeën van bloemen, ja, dat heeft daar wel mee te maken. Deze, waarschijnlijk is het bedoeld om van die ouderwetse boeren slopen van te maken. Het is echt zo'n katoen waar je je beddengoed van maakt. Ja, dit deed mij natuurlijk onmiddellijk denken aan hinderlopen met dat rood-witte. Dus ik dacht, als je nou een miniatuur popje maakt in hinderlopen kostuum van een hinderlopen bruid, want dat rood-wit was speciaal voor de hinderlopen bruid, nou dan is dit de meest ideale sitsimitatie die je daar kunt voor nemen. Dit is gekopieerd van een Indiase sits, deze. En dit is van een katoendruk. En deze is jouw enige echte? Ja, dit is mijn enige echte. Terwijl, de moeder der sitsen zou je bijna kunnen zeggen. Nou ja. Ik heb meer sitsen gehad. Ik heb ook hele mooie sitsen mutsjes gehad. Mm-hmm. Maar die heb ik allemaal naar de opleiding voor restauratoren gedaan. Om te zien van wat echte sits is. Ja. Ik denk, ja, dan hebben meer mensen er wat aan dan wanneer ik dat heb. Ja. Kijk, ik neem het mee. Hè, dit heb ik allemaal om mee te nemen voor lezingen. Dus dan zien ook meer mensen dat. Ja. En deze heeft in de tentoonstelling gehangen. En die is zo vaak bevoeld dat deze hele hoek kapot was en weg was. Dus ik had hem al tegen een voerinkje aangezet, omdat het hele kwetsbare stof is. Maar deze hoek was dus helemaal kapot gevoeld. Yeah. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk wel kapot, want het is oud materiaal. Dit is 300 jaar oud. Kijk, en als je daar maar genoeg met je vingers aan zit, dan gaat het wel kapot. Yeah.